Normaal gesproken geen plek waar je lang blijft rondhangen. Maar dit weekend was het hoofdstation omgetoverd in één groot bruisend podium. Daar vond namelijk het NS Try-Out Festival plaats. 3 dagen lang theater, muziek, film, kunst, literatuur en workshops. Het is vooral het idee om iets leuks te creëren op het station, wat eigenlijk gewoon een plek is van aankomen en vertrekken. Maar om het station iets dynamischer te maken en mensen daardoor in contact te brengen met cultuur, literatuur, muziek, theater. Op alle perrons worden theatervoorstellingen gespeeld, elke avond staan er bandjes. Het was nog niet heel druk, maar ik denk dat de mensen hier waren wel een mooi optredentje gezien hebben. Je had wel meer mensen verwacht. Nou, we spelen in deze opstelling ook in Frankrijk en dan staan er wel eens meer mensen om ons heen. Maar het was desalniettemin een heel mooi optredentje. Een gevarieerd festival met voor elk wat wils. Ja, die zijn heel, heel uiteenlopend en het is ook zo grappig dat je geen echte doelgroep hebt als festival. Want je kan een popfestival organiseren en dan richt je op jongere publiek. Maar hier is natuurlijk zo'n divers publiek dat er voor iedereen wel iets is. Zo was er onder andere jazz in de stationshal. Wij komen allemaal uit Groningen, allemaal studenten uit Groningen. Okay. Ja. En hoe lang spelen jullie samen? De bezetting die verandert steeds omdat mensen afstuderen en er weer nieuwe bij komen. Maar deze bezetting is, een goed deel daarvan is al meer dan 3 jaar bij elkaar. En de andere helft is er net bij allemaal. Dus het is een hele grappige mix op dit moment. Volgens de organisatie van de NS was het festival in Groningen een buitengewoon succes.